In de dagen nadat de Fransen in Vitry waren aangekomen, moeten de Vlamingen voorbereidingen getroffen hebben voor een aanval. Ze verhuisden naar Flien, nog steeds in het zicht van de Fransen, om de paarden van nieuw gras te voorzien. Ze bouwden een ponton op vijf schepen om de skarpen over te steken. Vooral Gullik scheen te willen aanvallen, maar Jan en Gweide van Namen vreesden dat in dat geval hun vader en broers wel degelijk zouden worden omgebracht. Twijfels rezen ook rondom koning Philips. Er was een opstandje onder de kruisboogschutters nadat een van hen zwaar was gestraft. De heren begonnen te vrezen dat de Vlaamse opstandigheid naar het Franse voetvolk zou overwaaien. Die infanteristen kregen te weinig eten. Hele contingenten begonnen het ommeland in Artwat te plunderen. De koning kreeg nog veel raad, nog veel steun. Over hoe hij zijn heren vooruit moest sturen, volgens de burger van Arras. Sommigen opperden dat het oorlogseizoen al te ver gevorderd was. Er moesten inderdaad ook massas paarden gevoederd worden. Op 29 september hakte Philips de knoop door en stuurde, volgens de Grand Chronique, zijn nobel leger, dat gemakkelijk de wereld had kunnen veroveren, weer naar huis, sans rien faire et inglorieux, en tot Au chevalier. Zonder iets te doen en onglorieus, tot schande van de ridders. De Fransen lieten daarbij ook al hun wijnvaten leeglopen, opdat de Vlamingen die niet zouden kunnen inpikken. Sommige Vlaamse eenheden organiseerden daags na het Franse vertrek een strooptocht in en om Vitry, vernielden het dorpje en vermoorden er enkele tientallen burgers. De aftocht na de grote mobilisatieinspanning. Wekte verontwaardiging in Frankrijk. Geruchten gingen de ronde over verraad. De koning deed op 11 november een poging zich te verantwoorden in brieven aan zijn onderdanen. Hij stelde dat. de vijanden in een gevaarlijke positiestelling hadden genomen en dat. de winter aanbrak, waardoor de paarden en de soldaten niet meer buiten konden blijven. Hij beloofde een nieuwe inspanning te zullen doen waarvoor hij zelf de lasten zou dragen. Philips had nog andere fronten onder controle te houden. In de Languedoc broeide een opstand tegen de Almachtige Inquisitie, en dus het gezag van de Koning van Frankrijk, aangewakkerd door een vete tussen de kloosterordes van de Dominikanen en de Franciscanen.